Shelley Meijer van Dijk woont in Krommenie, maar komt uit Os. Ze wist niet dat de stenen met name alsnog geplaatst zijn bij het verzoeningsmonument. Dat gebeurde december vorig jaar. Het gaat om de namen van Geffenaren die zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De naam van de 16-jarige Johan Schel staat er ook op. Hij vocht voor de Duitsers en kwam in 1945 om het leven in Polen. Ik wil helemaal geen verzoening. Ik kan me niet verzoenen. Ik kan niet uit naam van mijn vermoorde familieleden verzoening aanbieden of overeenkomen of hoe je dat zegt. Vlak voor de plaatsing van het monument in 2012 ontstond er ook ophef. De toenmalige gemeente Maasdonk wilde eigenlijk de namen van alle gevallenen in en uit Geffen plaatsen, waaronder die van Engelse en Duitse soldaten. Federatief Joods Nederland, FJN, stak hier een stokje voor. Nu staan dus alleen de namen van Geffenaren erop. Alle namen zijn erop gekomen omdat men de slachtoffers uit Geffen, onze dorpsgenoten, dat we die wilden herdenken hier in Geffen. En dan werd niet gekeken van wie zijn dat, zijn dat Joden of Christenen of atheïsten. Nee, gewoon alle slachtoffers wilden wij herdenken. Gerrit van den Helm is van heemkundekring Fladderak. De heemkundekring heeft er samen met anderen voor gezorgd dat het monument er kwam. Hij snapt niet dat de nu geplaatste namen voor commotie zorgen, omdat deze ook al jaren bij de herdenking worden genoemd. Misschien is die naam van Johan Schel op het monument is misschien nog wel een extra plus, omdat wij ook de jeugd aan kunnen geven van let erop, er staat ook een naam op die toen de tijd, toen hij 16 was, een verkeerde keuze heeft gemaakt. Ongewild misschien, maar in zijn jeugdheid, in zijn onbezonnenheid, heeft hij toen een verkeerde keuze gemaakt. Nou was het een jongen van 16 jaar die amper kon kiezen. Hij kon kiezen, want hij heeft gekozen voor de Duitsers. Mijn neefje van 7, 8 jaar en mijn nichtje van 12, die konden niet kiezen. Van den Helm hoopt dat het monument kan blijven zoals het nu is. Andere namen kan me niet schelen, maar ik wil mijn familie eraf hebben. Die andere namen heb ik moeten deel Geffen zelf weten. Maar ik wil mijn familie niet op een verzoeningsmonument hebben. Niet met hun moordenaars. Federatief Joods Nederland deelt de mening van Shelley Meijer van Dijk. De voorzitter van FJN overweegt juridische stappen. Meijer van Dijk staat hier volledig achter.